ben een beetje ingezoomd. Nee, ik moet niet inzoomen. Nee. Ja, een hele goede morgen allemaal. Ja, het is alweer een nieuwe dag. Met nieuwe kansen. Het is vandaag. Woensdag. 21 november, 9 uur 55. Ja. En het is koud buiten. Het is koud. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, is Rodus met de hondjes aan het lopen. En ik ben weer even bezig met een vlog. Ja, ook gezellig. Moet ook allemaal gebeuren. Ja, dus dat ga ik even doen. En dan gaat Lovely vandaag naar de dierenarts. Dus we nemen jullie weer mee. Waarschijnlijk wordt dit weer voor een hele dag vlog, maar dat weten we niet zeker. Ja. Want zoals jullie wel al een paar keer hebben kunnen zien, zijn we alweer even bezig met zowat een paar dagen vlog te maken. Dus ja, inderdaad ook voor de nieuwe YouTube kijkers, dank jullie wel voor het abonneren. En welkom, sowieso. Ja, en blijf kijken en blijf geabonneerd. En sowieso zien jullie rond... eind december een hele mooie vlog online van onze bruiloft. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier vandaag gewenst. Want Lovely gaat naar de dierenarts. Want die wordt gesteriliseerd. Dus ja, dat ga ik gewoon... de operatie zelf niet. Maar wel dat ze dus gewoon een spuitje krijgt. Zodat ze dus nog even kan lopen, et cetera. Dus voor de kijkers die het niet zo fijn vinden, ze spoelt dan eventjes een beetje door. Ja, dus ik zou zeggen, gewoon wel heel veel kijkplezier gewenst. Goedemiddag allemaal. Het is nu al 13 over 12 in de middag. Ja, van woensdag 21-11-2018. En niet 2018. Hè? Huh? Ja, dat is leuk. Ja, precies. Even kijken en wat onze ceremonie... Mij is het wel gelukt. Ja, nou, ik ga hem zo even opmaken. Ja, want ik zie er nou niet uit. Nee. En dan is het zo meteen auto eventjes klaarmaken. En dan is het lekker op tijd weg. En dan zien we jullie zo meteen Lovely een beetje dronken zijn. Heel zielig. Mijn maag die gaat nu al. Maar wil jullie lachen? Gisteren. Was ze op het werk. En ze kwam bij me in de keuken. Dus ik ga op een hurken zitten. Kon ze eigenlijk bij me knuffelen. Want ik zat dus eigenlijk gewoon op mijn hurken. Zoals het gewoon eigenlijk zo. Ja. Ja. Komt ze hier dus met hem met de achterpoten staan. Huh? Ja, is leuk. Nou, gewoon knuffelen en dan hier klimmen. Ja, gewoon over je heen klimmen. Ja, en dus ik heb haar gewoon ook opgetild. Ja, oké. Okay. Maar nu wegen ze 20,5, dus dan kan het net nog. Het mag eigenlijk niet, maar... Nee, ik ken het, maar jij mag het straks gaan doen. Ach, mijn ziel. Hier. Ja, maar we nemen jullie lekker mee. En ik laat een mooie auto zien. Hoe rijdt die? Die rijdt wel lekker, hoor. En met een achteruitgekeken camera. Het is alleen dat het in het Russisch is, maar dat schijnt aan te passen te zijn. Ja, die hebben we nu, maar dat moet je kunnen lezen. Dan moet je eerst Russisch kunnen lezen. Dat is slecht. Ik heb even contact gehad. Het is niet heel belangrijk. Maar... Nee, als het maar doet, toch? Red. Ja, en als de camera het maar doet. Ja, ik wil voortdurend schakelen, dat is heel irritant. Het is een automaat, je hoeft niet te schakelen. Alleen als je achteruit wil of vooruit, ja, dan is het even schakelen. Precies. Maar we nemen jullie gewoon lekker mee in de reis naar Lovely. Operatie. Net zoals de operatie van mij. Maar dat was even iets langere tijd. Ja. Maar dit is wat sneller. Ja. Ik heb me opgemaakt, ik heb mijn haar gedaan en dan gaan we weg. Ja. Rodi staat al te wachten. Ja. Doe die auto maar alvast open. Nee. Deze moet ik hebben als jij de camera even overneemt. Ja.
Mooi. Ga eens even lijn volgen, dame. Kom. Lijn volgen, kom. Heet, kom. Hier, out the way. Ja, kom maar, out the way. Heet, jij ook lijn, kom. Heet, hier, goed zo. Kom eens honderd dingetjes in. Honderd dingetjes? En ja, en ja. Lekkers. Okay. Mag ze niet hebben. Nu. Oké. Okay. En aan de kant tussen. Ja. Een hele goede middag allemaal. Het is nu bijna 1 uur op mijn telefoon. We mogen nu nog 22 kilometer tot de blijven op de A12. Dan gaan we afrit 13 pakken, als ik het goed heb. 13 volgens mij, kijk, 13. Tot 13. Nog 22 kilometer. Ja, en dit is bekend terrein, hè, voor je? Ja. Een jaar lang hier bijna dagelijks gereden. Ja, maar nu ook zo wat. Heel veel om deze contraille, hè? Contraille wel, ja. Maar niet zo vaak als toen. Nee, oké. Okay. Precies. Nee, kijk, de dames liggen daar lekker op de achterbank. Het gaat om de kleine meid met de blauwe duif. Die wordt vandaag geholpen en zij is gewoon gezellig mee. Want ik heb geen zin in om haar dus alleen thuis achter te laten. Nee, zij mag het ook gewoon een beetje lekker meemaken. Ook al is ze al een keertje bij en bij deze dierarts geweest. Dus het zou ook wel eens een keertje leuk zijn om het ook te zien van hoe het gaat met de hond die al een tijdje terug bij hun is geweest. Nee. Ja. Daarom. Dus ja, dat gaat wel goed komen. Dus, maar we hebben een mooie auto, mensen. Ja. En die laten we zien als zij namelijk onder narcose ligt. Ja. Duurt nog wel eventjes. Het is nog 32 minuten rijden. Dus 35 kilometer is het nog. Ja. Fijn. Nee, en ook net een beetje paniek in de tent. Zoals hij het zou zeggen. Ja, paniek in de tent. Ietsje pietsje. Ja. We kwamen net achter een stuk terug dat ik dus de paspoort vergeten ben van Lovely. Dus ik ga bellen, geen gehoor, nog een keertje bellen, geen gehoor, nog een keertje bellen, ja, gehoor. Ja, is leuk. Ik zei, we zijn al onderweg. Hou je mond. Ik zei, maar we waren al onderweg. Ik zei, maar ik ben de paspoort vergeten. Oh, geef niet hoor. Maar weer een pak van mijn hand af. Hè? Heerlijk. Nou ja, jullie zien het straks wel als we daar zijn. Steun mij een beetje. Ja? Sla linksaf naar de Loopikkerweg West. Ja. Over 600 meter sla rechtsaf richting de Wielse Kade.
dat is allemaal... Goed met deze dame? Ja, hartstikke goed. Kun je deze vasthouden? Hè? Huh? Ze is net 23 oktober een jaar geworden. Eén keer loopzaam? Ja, klopt, correct. Dat was allemaal normaal? Ja, nee, helemaal normaal. En het is een kruising Blue Merle Border Collie met een Malamute. Waar komt ze uit vandaan? België. Daar is het allemaal gezond en alles. Nee, maar was dit ook een proef van hoeveel gips? Nee, dit is geen opvallend. Je hebt ook nog pups op aanzetten? Ja, vanaf 7 weken tot stand. Ja. Ja, oh, zo slim. Zo ziet het er. Steeds wel, ja. Huh? Steeds. Lekker stukje lopen. Geven. Dan laat ik hun werk doen en dan zie ik jou straks weer. Mooi. Komen we nu een uurtje vier? Ja, is goed. Zal ik deze gewoon meenemen? Ja, mag wel. Wacht nog even. Ja, is goed. Top. Nou, tot, tot straks. Nee, dank u. Nee. Hier, kom. Mooie wolken eigenlijk. Hi, kom dan. Hey. Kom dan. Nee. Kom hier.
Nee. Hé, hey, dit hola, nee hoor, het in. Kom dan. Hey. Blij ei. Hey. Blij ei. Kijk eens. Kom eens hier. Kom eens hier. Hey. Hey. Koek, koek. Ben hier. Lekker. Hey. Kijk eens, papa. Waar is papa? Liggen, sluipen, liggen, kijken, rennen, rennen, rennen. Oh. Dit is lofvlieggedrag, geweldig. Nou, zij vindt het ook wel even lekker hoor, dat haar hond eventjes... Maar ze staat erop, ja, jammer. Een lofvlieggedrag hoor dit, liggen. Oh, 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 oh. Hi. Hi kind, jij bent mooi. Jij hebt, ja, en je hebt een heel ander gedrag. Lofvlieggedrag. Borrelcolli gedrag. Wat denk je? Hey. Kijk eens. Kom eens hier. Kijk eens. Lady, ga zitten. Ga zitten. Ga zitten. Zitten. Blijf. Blijf. Zo. Mag je hier ook plassen? Ja of nee? Oh. In de middel of nowhere, plassen. Ah, ah, ah. Ik hoor het hoor, straaltje lopen. Nee, en dan dacht ik al, scheelt weer. Hè? Huh? Nee. We zijn alweer bijna bij de auto, ja. Dus, volgens mij is hij zeker niet. Ja. Erg, hè, wachten. Jo, dat is wel leuk, eten. Ja. Waar kijk je naar? En naar de mooie grote zetmast? Waar kijk je dan wel naar? Ja, maar dan zie je wel wat lopen, et cetera, en staan. Gebeurt niks. Hier wel hoor, kijk, naast je. Vogels en die vliegen. Ja, als je daar kijkt. Ja. Stad. Dat hoor ik net ook al namelijk. Vreemde geluiden bij de auto. Hele vreemde geluidjes. Ja. Beesten. Batterij. Nee. Dat kan. Dat kan. Die is nog niet eens weg geweest, dat ding. Hey, die lamp is nog niet nooit aangezet. Ja, oké, nou gaat het pas uit. Wel, nou. Oké. Ja, maar nou sta je stil en dan ga je overal op letten. Kijk, zij is nog wel. Ze heeft al wel gegeten. Lady. Hi. Lady. Lekker in het los geweest, hè? Ja. Baasje heeft net eventjes stout gedaan. Nee hoor, nee. Tuurlijk.
Ja. Ook even rennen. En je doet toch niemand kwaad mee als je door rood rijdt, toch? Als je door rood rijdt en er komt niks aan. Ik zou wel even vanavond dat van Ellie Lust en van haar zus even laten zien vanavond. Dan hoor je precies wat Ellie ook zegt. Dat is leuk. Dan ga je ook lachen van ja, en dan zeg je wat. Want ze is een oud politievrouw. Ze heeft haar dingen moeten inleveren, de pak, alles. Ja. Ja. Ja, wat je normaal bij je hebt, je sleutels. Ja. En dan hoor ik hem net weer. Gek, hè? Ik niet. Kijk. Ja, is goed. Ga jij kijken. Hè? Huh? Ja, hij wil even eruit. Dat is ook logisch. Nou is het wachten. Wachten. En? Niet zoveel te zien. Bijzonder. Zo, wazig. Jeetje. Waar is je kind? Ja, bijna. Bijna. Kunnen we Lovely weer ophalen? Ja, dan moet ik hem even afrekenen. Jezus, die geeft 220 euro. Maar ja, ik wil je weer over. Hè? Deentjes meisje. Oh, hij is hier warm, hè. Ga je mee? Optillen of niet? Jawel, hè? Jawel. Nou, meisje is weer terug. Hè? Ja, ik zit dus nu achter. Ro is aan het rijden. Ja. Dat gaat echt een mama's kindje, hoor. Gaan we gewoon alleen eventjes met de halte en met een normale halsband. We gaan even geen tuig bij omdoen. Hè? Huh? Oh, nog even lekker slaapje, meisje, want je bent moe, hè? We gaan zo eventjes tante Jessica bellen. Dat we weer onderweg zijn naar huis. Ik zeg het even tegen je. Nee. Utrecht is nog maar 25 kilometer. Als ze overgeeft, daarom heb ik ook deze kleed mee. Stop toch niet jij? Jij kan niet stoppen. Zo, dat is slecht voor je bandjes dit zeg.
kijk, en daar gaan ze allemaal. Ja, en het is nou spitsuur, dus. Dat is leuk, hè, op zo'n dingetje. Ja. Nou, ik ga even bellen, inderdaad, en dat wij Lofje hier weer mee hebben naar huis. Ja, een hele goede avond allemaal. Ja, nou, met Lofje gaat het steeds een beetje beter. Ze heeft al een lekker blokje gelopen. Ze wil nog niet echt helemaal eten en drinken, maar ze heeft al wel drie pakjes met worst gehad. En ze heeft net wat drinken gehad van mij, via een spuitje. Want ze heeft echt, ik heb geen zin, maar dat ja, heb ik ook met haar gedaan, met de lady, dus maar, ja, het geeft niet. Dus nee, maar het gaat wel steeds beter. Ze ligt nou ergens net in, ook daar te slapen, achter, bij het bureau, dat zien we dus nog niet, ik wel. Maar ik zal morgen ook weer even een update geven hoe het met haar gaat, sowieso. Dan ja, wat ga, nou ja, dan ga ik zo lekker naar bed. Roos staat nu in de douche. Hi schat. Hi. Hoe gaat het? Ja, wel weer. Is dat zo? Nee, wel. Oh, want? Vandaag niet afgevoerd. Niet? Nee. Kijken, kijken. Huh? Kijken. Wat kijken? Naar je baan. Hi. Nee. Dat is een mooie douchegordijn, hè? Ja, mooi. Gelukkig als wij moeten gaan, dus dat scheelt weer. Niet het zo? Ja. Oeh, spannend. Nee, ja. Oeh, spannend. Kijk, hè. Ja, hallo. Transparant, hè? Nee, ja, dat gaat er echt op komen. Bizar. Probeer ze voordat het eraf komt, hoor. Anders ga ik jou eens even douchen hier met die vlogcamera. Ja, vlogcamera met douchen. Nee, niet vlog met douchen. Wat? Whatever. Ja. Gekkigheid op een stokje, dat moet af en toe kunnen. Ja, is leuk. Nee, we gaan deze vlog afsluiten. En dan... Dank jullie wel voor het kijken. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter. Abonneren is gratis. Reactie ook. Dus. En belletje aan. Blijf op de hoogte. Doei.